En wat mijn vrouw of mijn kinderen laten me doen, dan moeten ze het maar uitzoeken. Maar ik stop niet. Ik ga door tot het einde. Ik verzamel alles waar LP's en vinylplaten, waar motorgeluiden en hoezen waar motorfietsen op staan. Het is een serie van 10 heruitgaves van oude muziek. Met prachtige hoezen. De meeste Hallies. Bijna allemaal Hallies, denk ik. In 1974 gingen we voor het eerst op de bromfiets naar de wegrace in Raalte, op de Luttenbergring en in Oldebroek en in Tebergen. En daar zagen we allerlei motorfietsen langskomen. In die tijd Honda en Kawasaki en Suzuki en af en toe nog een Norton. Nou, en die geluiden die vonden we toen al mooi en later kwamen we dateren op vinyl. Dus toen hebben ze gekocht en van daaruit is mijn verzameling ontstaan. En op een gegeven moment had ik alle platen met motorgeluiden en toen ging ik over op de hoezen met motorfietsen. Nou en nu na 45 jaar heb ik er ongeveer 700. Dit zijn recente nieuwe LP's die uit zijn gegeven. Hier heb ik wat ze picture disc noemen. Dus ze zijn plaatjes die op de LP zelf zijn gedrukt. Kun je wel gewoon draaien. Er staat gewoon muziek op. Dit is Iron Maiden. Heavy metal. Hier nog eentje met een mooie chopper. Nou, en zo gaan we de hele verzameling door. Dus dit is nieuw. Van de laatste 10 jaar. Ja, in het begin, toen er nog geen internet was, moest je naar motorbeurzen toe. Dus dan ging je alle motorbeurzen in de buurt af. Hardenberg, Barneveld. Rosmalen, een vehikel in Utrecht, dat was een hele grote. Nou, en als je daar dan weer iets nieuws tegenkwam, dan kocht je dat. Ja, en later met het internet, ja, dan is het heel simpel. Dan kijk je gewoon en dan zoek je een website op of een winkel. En dan kun je het aanschaffen. En met name de motorracegeluiden uit het buitenland. Hier hebben we bijvoorbeeld de grote prijs van Duitsland. Ja, die kun je hier in Nederland niet kopen, dus die heb ik in Duitsland gekocht. Hier heb je de Engelse Eiland Man TT. Ja, die heb ik in Engeland gekocht. Nou, en zo groeit de verzameling. Nou, en hier, dit is de Nederlandse, die kun je gewoon in Nederland kopen. De TT Assen. En ik rijd zelf ook Honda, ja, vanaf 1976. En de eerste Honda die ik heb gekocht, nieuw bij Jan Bruins in Deventer. Dezelfde heb ik nu hier in de kamer staan, voor de sier. En een andere rij ik nog op. Iets wat je leuk vindt en waar je aardigheden in hebt. Ja, en dan houd je van de straat, hè. Ja, doe je geen gekke dingen als je verzamelt. En wat mijn vrouw of mijn kinderen laten me doen, dan moeten ze het me uitzoeken. Maar ik stop niet. Ik ga door tot het einde.